dat de overleving van die patiënten toch ietsje slechter is dan wanneer je wel die enorme daling hebt bewerkstelligd van het eiwit. Dus daar zit wel degelijk verschil in. En het lijkt allemaal niet zo geweldig veel, maar je zal het maar wezen, zal ik maar zeggen. Dus het is belangrijk om ook dat eiwit, wanneer je een keer zo'n goede respons hebt bereikt, om dat 3-maandelijks te vervolgen. En dan kom ik nou aan de doelen. Waar willen we naartoe? Ik denk dat we eigenlijk willen dat we bij alle patiënten zouden willen dat we dat eiwit ook volledig laten verdwijnen. Dat betekent dus dat je zeker het Philadelphia-chromosoom kwijt moet zijn en dat je uiteraard ook de andere symptomen kwijt bent. Dat er een normale overleving is die vergelijkbaar is met de normale populatie. Dat je een normale kwaliteit van leven hebt. En dat je misschien wel, daar kom ik zo nog op terug, bij een deel van de patiënten de behandeling kunt stoppen. En voor hoeveel patiënten willen we dat? Nou, we willen natuurlijk voor 100% van de patiënten. Dat lijkt mij buiten kijf. Zoals ik net al zei. Nou ziet dit er geweldig ingewikkeld uit en daar gaan we helemaal niet doorlopen. Maar er zijn dus binnen het European Leukemia Net, dat is een Europese samenwerkingsorgaan die zich heel erg met de behandeling van CML-patiënten bezighoudt, is er vastgesteld hoe je respons nou moet zijn. Na 3 maanden, na 6 maanden, na 12 maanden, na 18 maanden. En daar moet je dus aan voldoen. En je kunt, nou laten we even kijken, als je op 1,5 jaar geen complete cytogenetische respons hebt, dus nog geen verdwijnen van je Philadelphia-chromosoom hebt na 1,5 jaar, dan heb je gefaald op de therapie en dan moet je zeker iets anders gaan doen. Maar ook op 3 maanden kun je die beslissing soms al moeten nemen. Wanneer je nog geen teken hebt dat je witte bloedlichaampjes na 3 maanden aan het dalen zijn, dan betekent het over het algemeen dat je het niet goed doet. En dat je ook je therapie moet gaan veranderen. En dat kan op 2 dingen betekenen. Het kan dus of het ophogen zijn van het middel, of het kan het veranderen van het middel zijn. Daar kom ik zo nog wel op terug. En zo geldt voor elke 3 maanden zo'n beslismoment. Nou, eigenlijk zou u dit in uw achterzak moeten hebben. Zeker voor degene die net gediagnosticeerd zijn als CML-patiënt. En gelukkig komt er zoiets voor de patiënten. Daar zal ik zo meteen nog iets over zeggen. En want dit is zelfs voor de meeste dokters, en zeker de internisten die 1 of 2 CML-patiënten zien, is dit niet uit hoofd te leren. Dus je moet dat bij de hand hebben. Dit heb ik net verteld aan de hand van, nou hier zie je het dus. Hè. We onderscheiden dus per maand een optimale, een suboptimale en een falen. En wat doen we dan? Nou, hier gaan we natuurlijk door. Bij optimaal is de prognose goed, doorgaan. Suboptimaal is de prognose toch een beetje onzeker. Dan kan je soms zeggen, van, nou kijk er nog 3 maanden aan. En dan kan het soms zijn dat je van suboptimaal weer naar een optimale respons bent gegaan. Nou, dan kan je dan gewoon doorgaan. Soms moet je ook al een alternatief overwegen. Hier is het duidelijk, als je gefaald hebt op elk van die tijdstippen, dan moet je van therapie en strategie veranderen. Nou, dit lijkt ook weer een geweldig ingewikkelde dia, maar het valt erg mee. Dit gaat erom, want ik zei net al, 20-30% van de patiënten reageert niet goed op de behandeling. Nou val ik. Is het allemaal nog een beetje te volgen eigenlijk? Oké. Okay. Nou, dit lijkt een ingewikkelde dia, maar dat valt ook mee als je er enige uitleg aan geeft. Dit is de patiënt met CML en er zijn allerlei redenen waarom een patiënt resistent kan zijn voor de behandeling. De allerbelangrijkste is een mutatie in het eiwit. Dat wil zeggen dat kankercellen zijn slim, altijd heel erg slim, en proberen zich aan de behandeling te onttrekken. En bij CML doen ze dat, ik liet u net al zien dat glyfeet precies in die bindingsplaats past. En doordat sommige kankercellen nou dat eiwit een klein beetje weten te veranderen, past dat glyfeet niet meer precies in die bindingsplaats. En dan gaat het dus minder goed werken. Nou, dat is een van de meest voorkomende redenen waarom iemand resistent is. Nou, zo zijn er nog heel veel. Soms kan het zo zijn dat de kankercellen ervoor zorgen dat dat het middel niet goed de cel ingepompt wordt door bepaalde eiwitten op de oppervlaktestructuur. En zo zijn er nog veel meer dingen, maar daar zal ik u verder niet mee bemoeien. Eén wil ik u wel op wijzen, en
Dat is iets, daar kom ik straks nog even op terug als de tijd mij toelaat. Dat gaat over compliantie, dat wil zeggen, neemt de patiënt nou wel het middel in of niet? Dat is een heel belangrijk item aan het worden bij elke chronische ziekte. En ik had vroeger altijd gedacht, dat zal toch niet zo voor leukemiepatiënten zijn. Dat geldt ook voor leukemiepatiënten. Kom daar zo nog op terug. Nou, dan kom ik terug. Wat kun je nou doen als je dus op elk van die maanden, 3, 6, 9 maanden, hebt besloten, het moet veranderen. Want ik reageer niet goed volgens dat die criteria die opgesteld zijn door een aantal hematologen die denken dat ze er wat verstand van hebben. En een van de mogelijkheden zou zijn om imatinib op te hogen. Je begint allemaal met 400 milligram. Sommigen moeten ietsje terug vanwege bijwerking. Je moet nooit onder de 300 milligram gaan zitten. Een enkele uitzondering daar gelaten, maar onder 300 milligram werkt het eigenlijk niet goed. Ophogen kan naar 600 of naar 800 milligram. En degenen die dat hebben gedaan, zullen ervaren hebben dat dan de bijwerkingen gaan toenemen. Dat is absoluut een feit. En het lukt bijna niemand om jaren achtereen 800 milligram te gaan gebruiken. Dat is echt een enorme opgave voor patiënten. En ja, soms is het de enige alternatief, maar ik zal het zo laten zien dat het niet meer het enige alternatief is. Het was wel het enige alternatief. Dus dat deden we nogal eens. En wanneer doen we dat nog steeds wel eens? Dat is als je dus hebt gekeken, iemand respondeert niet goed, heeft geen goede reactie. Dan kan het soms zijn dat bij die patiënt de bloedspiegels van het middel toch te laag zijn. En we kunnen tegenwoordig de bloedspiegels meten van het imatinib. En als het inderdaad veel te laag is, dan heeft het zeker zin om het wat op te hogen, om te proberen die bloedspiegels wat hoger te krijgen. Nou, de andere mogelijkheid is natuurlijk het gebruik van de nieuwe middelen. Want er zijn nieuwe middelen, dat zal u niet ontgaan zijn. Er zijn twee op de markt nu. De een is dasatinib, Sprycel, en de andere is nilotinib, Tasigna. Dat zijn middelen die hier schematisch staan weergegeven. Je ziet hier het imatinib. En nilotinib lijkt heel erg erop. Er is eigenlijk maar ietsje aan veranderd, ietsje aan gesleuteld. Ik zal zo laten zien wat dat voor effect heeft. Nou, deze zijn in ontwikkeling. Dan dasatinib is ook geregistreerd. Dus deze drie zijn op het ogenblik toegankelijk voor patiënten met een chronische myeloïde leukemie en verkrijgbaar in Nederland. En daar zijn we in Nederland redelijk uniek in, want er zijn heel veel landen in Europa waarin dat niet vergoed wordt. Nou, daarnaast zijn er allerlei nieuwe middelen die nog weer op andere punten aangrijpen, die krachtiger zijn. We doen zelf op het ogenblik een onderzoek met dit middel, wat nog weer krachtiger is en wat gebruikt kan worden voor patiënten die op de bestaande therapieën niet goed reageren. Nou, je ziet hier, dit is het eiwit, dat grijs is het hele eiwit, het BCR-ABL-eiwit, en dat gele stippellijntje is die bindingsplaats waar ik het net over had. En dit is hoe imatinib erin past. Ik liet net zien alsof het helemaal goed is, maar het is nooit helemaal goed. Dat is niet helemaal goed. En als er een mutatie ontstaat, dan past het nog slechter. Nou, wat hebben de chemici gedaan? Die zijn achter de computer gaan zitten en die hebben een molecuul ontworpen wat perfect daarin past. He, dat zie je hier. Hè? Dus, en dit is het nilotinib, dit is het Tasigna, wat dus perfect in die bindingsplaats past. En je kunt je dus voorstellen dat het daardoor ook een veel krachtiger middel is geworden. Nou, dit zijn de drie middelen. Imatinib, Tasigna, Sprycel. Dit zijn de aangrijpingspunten. En de belangrijkste aangrijpingspunten is dat BCR-ABL-eiwit. Maar geen van die middelen is echt specifiek. Beide hebben allerlei andere aangrijpingspunten. En dat verklaart ook waarom er toch bijwerkingen ontstaan. Omdat ze ook nog andere eiwitjes attackeren. Nou, bij imatinib en nilotinib is dat redelijk beperkt, dat aantal andere eiwitjes. Maar je ziet bij dasatinib dat een enorme range aan andere eiwitjes is. Dus dasatinib is minder specifiek dan deze twee middelen. En het mooiste zou natuurlijk zijn als we een middel hadden wat echt alleen maar het BCR-ABL zou remmen, want dan zou je ook geen bijwerkingen meer hebben. Maar dat kunnen we niet, want al die andere eiwitjes, deze lijken geweldig veel op die structuur en die hebben allemaal diezelfde bindingsplaats. Dit is om te laten zien dat nilotinib bij patiënten die niet goed reageren op imatinib het toch doen. Als we ons even kijken naar deze groep patiënten, dan zien we dat
meer dan de helft van patiënten die geen cytogenetische respons hadden op imatinib, dus niet het verdwijnen van het Philadelphia-chromosoom, dat bijna 60% dat uiteindelijk op nilotinib wel krijgt. En er zitten nog veel meer gegevens in deze dia, maar het is om even te laten zien dat dat middel dus een stuk krachtiger is dan imatinib en dat het